Hey, wat leuk dat je kijkt naar de video van deze week. Mag je me niet kennen, mijn naam is Jorieke en je kunt vandaag kijken naar een Wat eten we vandaag vlog, waarin ik je laat zien wat ik de afgelopen week heb gemaakt voor het avondeten. En ik heb een picknickshoplog opgenomen in deze vlog. In deze boodschappenshoplog laat ik dus zien wat ik bij de picknick heb gekocht en daar kun je nu als allereerst naar kijken. Heel veel kijkplezier! Hey, hoi! Ik ga je even laten zien wat ik heb gekocht bij de picknick. Want zojuist is picknick binnengekomen met boodschappen. Dat had ik al heel lang niet besteld, maar vond ik van nu even makkelijk. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb deze gekocht, een klein formaat. Want die gebruiken we niet zo heel veel, maar af en toe vindt Michael dat wel lekker. Met name Michael gebruikt dat. Bananen, twee terrassen en ook mandarijnen. Er zijn er nog appels, die liggen aan de andere kant. Avocado. En pijnenburg, daar krijgen de kinderen ook wel eens mee naar school, een plakje van. En dat vind ik ook altijd wel lekker voor 's middags of zo. Een komkommetje, ook als snack. En dan chocoladevla en slagroomvla en ook nog vlaflip. Die waren in de actie, dus ik dacht, nou dan haal ik dat. Dus dit matcht denk ik wel leuk met elkaar, die en die. En die dan gewoon nog apart. Nou, de beschuiten waren op. En toen ik ziek was, heb ik vrij veel beschuit gegeten. Eet ik normaal eigenlijk bijna nooit. Maar die heb ik erbij gekocht. Dan voor de kinderen mee naar school doen we vaak van deze kleine snoeptomaatjes. En zelf gebruik ik de salade ook wel vaker die. En op een of andere manier zijn cherrytomaten een stuk goedkoper dan deze. Dus ik dacht, nou dan bestel ik voor allebei. En dan kan ik die wel ook dan met salade doen. Want het is mij om het even, maakt me niet zo heel veel uit. Dan heb ik 4 van deze soepstengelpakken gekocht. Want het was ook een actie. Als je er dan 4 kocht, dan waren ze goedkoper. En ik dacht, dat is toch vaak heel lang houdbaar. Even kijken. Ja, is nog houdbaar tot en met bijna december dus. En tegen die tijd is het wel op. Dat gebruiken we vaak voor bij de soep. Maar ook voor een snackje voor de kinderen. En dan nog een zakje met aardappeltjes. Dus die heb ik nog gehaald. Vanavond eten we dit. Prei curry schotel. Dit heb ik nog nooit eerder gemaakt. En daar heb je ook deze bij nodig. Als het lukt ga ik dat vanavond ook echt opnemen in de vlog. Dan heb ik nog poffertjes gekocht. En deze pannenkoeken. Want daar was ik op geattendeerd door een vriendin. Dat die pannenkoeken echt dikke prima zijn. En dat haar kinderen dat wel lekker vinden. Dus ik dacht dat bestel ik een keer. Want deze week heb ik ook een keer even een makkelijke maaltijd nodig. En toen heb ik de kinderen laten kiezen. En die wouden dit. Ik denk prima, doen we dat een keertje. Dan nog een zak kansieappeltjes. Sa is heel erg dol op salami en saveladworst. Dus daar heb ik dit voor gekocht voor op de boterham. Zelf eet ik wel vaker sla, dus dat heb ik nog van mezelf gehaald. Nou ja, dus 2 pakjes van deze. Volgens mij was dat een actie. Als je dan de tweede erbij deed, dan was het goedkoper of zoiets. Dus die heb ik nog. Dan heb ik nog Skyr gekocht. En omdat ik heel lang niet besteld had, kreeg ik deze er gratis bij. Fusilli. Dus die heb ik gratis gekregen. En nog van, op reis voor de beste prijs hebben ze. En die heb ik dus van deze van Cola eventjes besteld. Ik ga de boodschappen nu opruimen. En ik had dus ook al wel wat boodschappen een aantal dagen geleden gedaan bij de Albert Heijn gewoon. Dus die heb ik ook nog. Ik heb gisteren ook nog wat lekkers gekookt. Dat zal ik ook nog wel even laten zien. Maar ik heb er nu even geen tijd voor. Dus ik ga even dit opruimen en dan moet ik door met wat anders. Het is inmiddels avond en ik ga nu koken. Ik had ook nog gezegd dat ik nog even zou vertellen over het eten van gisteren. Gisteren had ik de camera boven liggen, dus heb ik even met mijn telefoon wat chatjes gemaakt. Ik heb namelijk toen zelfgemaakte kaasvlees gemaakt met bladerdeeg. En daar doe ik dan gewoon plakjes kaas in. Bladerdeeg vouw ik dan netjes dicht. Dan doe ik er eigeel overheen. En ik had voor mezelf, zij vindt dat niet zo lekker, maar voor mezelf had ik sesamzaadjes overheen gedaan. En dat had ik voor Michael ook gedaan. Dat is, vind ik wel heel erg lekker. Dus, en daar broccoli bij, gewoon gekookt met wat gebakken aardappeltjes. Dus heel simpel avondmaaltje, maar wel lekker. En de kinderen zijn ook wel dol op broccoli, dus dat bevalt altijd wel goed. Nou, nu ga ik dus koken en ga ik het overgerecht maken. En ik zal het even laten zien. Dat heb ik dus bij de picknick gekocht. Ik heb deze nog nooit eerder gemaakt. Dus we gaan even kijken hoe dat bevalt. Dus er was wel heel veel snijwerk, zag ik. Dat ga ik niet allemaal laten zien, want dat is een beetje langdradig, denk ik. Maar ik ben benieuwd hoe dit worden mag. Thank you.
Dit maaltijdpakket is ons erg goed bevallen. Ik vond de smakencombinatie goed en dit was wel een positieve ervaring. Zo, HelloFresh is zojuist geweest. Ik had namelijk weer een keer besteld. Dat heb ik al echt super lang niet gedaan. En ik had een kortingscode gekregen. En toen dacht ik, bestel weer een keer. Want als je ooit klant bent geweest bij HelloFresh, dan krijg je af en toe een kortingscode toegestuurd. En die heb ik dus ook gehad. Dus dat is wel leuk. Dan is het weer een keertje wat goedkoper. Even kijken. Nou, weer kortingscodes. Mocht je een code nodig zijn, laat het me weten. Als je het nog nooit eerder hebt geprobeerd. Ik heb nog een aantal van deze codes. Dus laat het vooral weten. Dan deel ik hem met je. Mag je me wel een DM sturen op Instagram. Ik heb 5 maaltijden volgens mij. Dit is de eerste. Ik zal zo even de recepten pakken. Dat is misschien net zo makkelijk. Ik kijk eigenlijk altijd even wat erin zit. En dan bekijk ik ook wat in de koelkast moet. Want al deze zakken samen passen niet bij ons in de koelkast. Zo'n hele grote koelkast hebben wij niet. Dus dit valt wel lekker denk ik. Dat is dus dit receptje. En dan heb ik hier de rest van de receptjes. Wat ik ga maken. Zwitserse stijl gehaktballetjes in roomsaus. Die zat in de tas nog, zag ik net. Smoky pulled chicken tacos. Die hebben we nog nooit gehad. Deze hebben we wel eens gemaakt. Die is echt heel lekker. Deze heb ik ook wel eens gemaakt al. Die kipnuggets zijn echt heel leuk. Nou, die frietjes die waren de vorige keer iets minder goed gelukt. Dus gaan we vandaag, of tenminste niet vandaag, maar deze week nog eens proberen. Deze zijn ook heel lekker. Die heb ik hier. Met de tortilla's en lekkere koolsla en zo zit erbij. Dat is toch deze? Of heb ik nou de verkeerd? Is dat die? Oh nee, dat is deze. Ik heb het niet goed. Dit is die. En dan is, hier heb ik nog de noedels en dergelijke. En dat is dan deze. Die heb ik nog nooit eerder gemaakt. Dus dat gaan we ook eens proberen. En dan heb ik dus hier nog, deze is voor de Zwitserse gehaktballetjes. En dit is dus de enchiladas. Dus dat gaan we lekker even afbergen. En dan nog maken de komende week. Ik ga overigens niet alles laten zien aan je, want dan wordt deze vlog veel te lang. Het is inmiddels een heel aantal dagen later en het is de avond, tijd om te koken. Ik ga het receptje van HelloFresh nemen. Ik heb een aantal dagen niet laten zien wat we hebben gegeten, maar we hebben onder andere aardappels, groente, vlees nog weggehaald. En eigenlijk was de, wat ik liet zien, de broccoli met de Zwitserse gehaktballetjes nu eerst aan de beurt. Maar omdat we dan een beetje vergelijkbare dingen al eerder hadden gehad deze week, dacht ik, nou dan is het ook misschien niet zo leuk. Dus voor de afwisseling. Volkoren enchiladas met kip gehakt met zure room en een frisse tomatensalsa. Ik zal je even laten zien wat daar allemaal bij zit en hoe ik dat ga klaarmaken. En dan neem ik je daar een beetje in mee. Dit zijn de dingen die daar in het pakket zitten. Kip gehakt wordt erbij, passata en mais, zure room dus, geraspte kaas, kruiden en de groenten en natuurlijk de tortilla's. Je moet dus alles nog snijden, dat is ook gelijk het meeste werk wat ik me herinner. Deze heb ik namelijk een keertje eerder gemaakt. We hebben altijd een recept voor 3 personen voor ons vierde, dat is precies goed. Onze kinderen eten natuurlijk ook nog niet voor dezelfde hoeveelheid als een volwassene. Hier staat bijvoorbeeld Mexicaanse kruiden, 1,5 zakje, dan doe ik er maar 1 doorheen, want anders vinden ze het te pittig. Even kijken of dit qua hoeveelheid, ja, dat is ongeveer goed. En dan moeten zelf nog doorheen olijfolie, witte wijn, azijn en extra virgin. Nou, prima. Dus, dan ga ik het nu allemaal maar eens even snijden. De wortel in zeer kleine blokjes. Oh ja, want die gaat erbij doorheen en die was de vorige keer niet helemaal gaaf volgens mij. Dus die moet ik wel echt even goed klein maken of even heel kort voorkoken. Dat kan ik ook doen. Ik ga lekker aan de slag en dan laat ik je zo meteen zien hoe het geworden is. Deze HelloFresh box vind ik nog wel goed om even erbij te melden. Er wordt natuurlijk vaak reclame voor gemaakt. Ik heb dit allemaal gewoon zelf betaald. En puur de kortingscode gebruikt die je gewoon als klant krijgt. Dus dat wil ik nog wel eventjes erbij vermelden.
Zoals je hier kunt zien had ik best wel veel van de inhoud van de wrap zeg maar over. Die heb ik bewaard en die eten we nog een andere keer. En ja, als je dit zo bij elkaar eet, ik vind dit wel echt een aanrader. Dus mocht je het ook zelf willen maken, ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Het is de volgende dag, tijd om te koken. Vandaag maak ik deze Asian style bolognese met gehakt en oedelnoedels. Ik had hem net al even te vluchtig gelezen. Het is vooral veel snijwerk weer. Een bakken van het gehakt en daarna de groenten natuurlijk. Dan eventueel ook nog die rode peper, maar die laat ik er denk ik even uit. En de tomaat snijden. De tomatenpuree er doorheen, de sausjes er doorheen en even laten inkoken. Nou ja, en dan de noedels erbij. En dat is het. Dus eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Ik zal het resultaat zo meteen even laten zien. En dan vertel ik ook even wat ik ervan vind. Want deze die heb ik nog nooit eerder gemaakt. Dus hier ben ik wel echt benieuwd naar. Ik vond het lekker en het was niet heel ingewikkeld om te maken. Dus ja, dat is wel een aanrader. Het enige wat ik altijd wel vind is die oedelnoedels zijn gewoon heel erg glibberig. Maar dat is gewoon ja, de structuur van een oedelnoedel. Dus dat ja, vindt niet iedereen even lekker bij ons in het huishouden. Maar ja, ik denk dat dit misschien ook best wel lekker is met rijst of zo. Maar over het algemeen een dikke plus voor dit receptje. Wat ontzettend leuk dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Was het zo, doe even een duimpje omhoog. Zou ik heel erg tof vinden. En daarmee help je me ook enorm. En ik ben heel erg benieuwd of er een recept bij staat wat jij ook zou willen proberen. Laat me dat vooral ook even weten hieronder in de reacties. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende week woensdag weer. Doei doei!